Hallo en welkom bij Hoe zet ik een filmpje van YouTube in mijn PowerPoint-presentatie voor PowerPoint 2010. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een filmpje van YouTube insluit in je PowerPoint-presentatie. Hiervoor moet je natuurlijk allereerst naar YouTube gaan om een filmpje uit te kiezen. Zoals jullie zien heb ik dat al gedaan. Onder het filmpje zie je de knop Delen staan. Daar moet je allereerst op klikken, maar de code die daaronder tevoorschijn komt, heb je niet nodig. Ik moet het knopje hebben insluiten. Nu zie je weer een nieuwe code ontstaan. Let wel even op dat je een vinkje hebt staan om de oude insluitcode gebruiken. Nu klik ik met mijn rechtermuisknop op de code en klik ik op kopiëren. Ik heb de code nu gekopieerd en ik kan teruggaan naar PowerPoint. Ik druk op invoegen en ga helemaal naar video. Er komen drie keuzes tevoorschijn en ik kies uit video van website. In het tekstvak wat tevoorschijn komt, klik ik met mijn rechtermuisknop en druk ik op plakken. De code die ik net heb gekopieerd komt nu tevoorschijn. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is drukken op invoegen. Je zult misschien denken, dit is een zwart vak, maar als ik de PowerPoint straks afspeel, dan zal er een filmpje te zien zijn. Ik maak het filmpje nog wat groter. En ik zet hem even in het midden, zodat hij mooi voor staat. Als ik nu druk op diavoorstelling, zul je zien dat het filmpje het doet. Het enige wat ik nu hoef te doen, is drukken op play. Heel veel succes met zelf filmpjes in je PowerPoint zetten.